Het is dinsdag 20 november. Dit is Flevoland. Olgo wil zwartrijders over chipkaart aanbieden. Een buren niet gerust op wonen naast verwarde man. En hartverwarmende kaartjes voor kinderen AZC. Goedenavond. Busvervoerder Olgo in Almere wil zwartrijders voor de keuze stellen. Of een boete of een opgeladen OV-chipkaart voor 10 ritten met een informatiepakket erbij. In beide gevallen is de zwartrijder geld kwijt. De vervoerder hoopt op deze manier notoire zwartrijders te heropvoeden. Het plan valt slecht bij enkele politieke partijen. Ja, ik dacht eerst ook het horen van welke planeet komt die directie. Want dit is natuurlijk gewoon te zot voor woorden. Een onzinnig idee. En het eerste wat ik dacht is, je beloont mensen voor slecht gedrag. Je beloont mensen die zwart rijden. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Ik begrijp wel dat Sinterklaas in Nederland is aangekomen. Maar dit is gewoon echt te zot. Vervoersmaatschappij Keolis, die de All-Go-bussen bezit, wil het plan niet voor de camera toelichten. Via een persbericht laat het bedrijf weten dat het zwartrijders wil laten kiezen tussen of de reguliere boete van €50... of voor €37,50 het zogeheten boetepakket te kopen. Met daarin een opgeladen OV-chipkaart voor 10 ritten en een informatieboekje over het gewenste gedrag van reizigers. Op deze manier hoopt de busmaatschappij zwartrijders nieuw gedrag aan te leren. Want het zwartrijden is nog altijd een hardnekkig probleem in de stad. Zeker is het een hardnekkig probleem, maar ik denk dat de oplossing daarvoor is handhaven. Keolis heeft heel goed in beeld hoeveel zwartrijders er zijn in Almere. Daar zijn ze druk mee bezig. Maar dan moet het uitgangspunt zijn, oké, dan gaan we meer handhaven. Maar wat je met dit welkomstpakket, of hoe het pakket ook heet, eigenlijk doet is, je zegt tegen iemand die de wet overtreedt, nou, u heeft de wet overtreden en u krijgt geen boete, maar u krijgt alvast een paar ritten die u moet betalen. En succes maar. Ja, ik vind dat echt een fout signaal naar de samenleving en naar alle mensen die wel betalen voor de bus. En wat de PVV betreft, en dat hebben we toen ook gezegd al toen de tijd bij de aanbesteding, laat ze gewoon allemaal weer voorin stappen. Want het systeem is nu zodanig dat je toch al moet overstappen op verschillende lijnen. Dus laat die passagier gewoon voorin instappen. Controle bij de buschauffeur. Af en toe nog een controleploeg erin jagen. En gewoon bestraffen die handel. Ik ga er hard voor maken in de gemeenteraad dat dit plan er niet doorheen komt. En dat we gewoon vooral handhaven op zwartrijders. Want dat probleem moet opgelost worden. Maar niet op deze manier. D66 laat weten het plan interessant te vinden om uit te proberen. Reizigersorganisatie Rover ziet deze aanpak als het belonen van zwartrijders. De gemeenteraad moet er nog over besluiten. En voor het eerst in de parlementaire geschiedenis waren het nou eens niet de Tweede Kamerleden, maar kinderen die lastige vragen mochten stellen aan de ministers. En Ruby Mol uit Almere mocht Mark Rutte bevragen. Wij vinden dat kinderen ook een stem hebben. Dus bij deze stellen we u de vraag, waarom mogen kinderen onder de 18 jaar niet stemmen? Zometeen het antwoord, maar eerst ander nieuws. De laatste gedetineerde van de gevangenis in Almere verlaten op 12 december het gebouw. De penitentiaire inrichting is daarna leeg. Dat zegt voorzitter Mitchell Hogeman van de ondernemingsraad. Volgens de ondernemingsraad zitten er op dit moment nog 100 tot 150 gedetineerden in Almere. Begin december worden 72 veelplegers overgeplaatst naar Zaanstad en Nieuwegein. Vanwege bezuinigingen en een overschot aan lege cellen heeft minister Dekker met instemming van de Tweede Kamer besloten om de gevangenissen in Almere, Zwaag, Zoetermeer en Zeist te sluiten. Personeel van de getroffen gevangenissen heeft vorige week te horen gekregen waar ze aan de slag kunnen. Landelijk gaat het om 677 medewerkers. In Almere werken ongeveer 250 mensen. De meeste van hen gaan werken in Lelystad, Schiphol en Zaanstad. Met honderden lichtjes hebben actievoerders gisteravond geprotesteerd tegen het plan om 1830 edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen. De rechtbank in Lelystad besloot gisterochtend dat de provincie over mag gaan tot afschot om massale sterfte in de winter te voorkomen. Leden van de actievoergroep OVP ontstaken de lichtjes bij de ingang van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen aan de Kitsweg in Lelystad. De lichtjes stonden volgens een actievoerder symbool voor de levens van de edelherten die verloren zullen gaan. Wij willen eigenlijk hier vanavond proberen met elk lichtje een leven weer te geven wat straks dus geschoten wordt. Onnodig. De provincie Flevoland heeft na de uitspraak van de rechter toegezegd te wachten met het afschieten van de dieren tot 29 november. Dan dient nog een rechtszaak over de verleende vergunning voor het afschot.
Almeerders die willen dat hun straat met oud en nieuw een vrijwillige vuurwerkvrije zone wordt, kunnen vanaf nu borden en posters aanvragen bij de gemeente. Het idee is dat buurtbewoners met elkaar afspreken om geen vuurwerk af te steken. In Den Haag en Enschede is er vorig jaar al mee geëxperimenteerd en dat bleek een succes. Door voorafgaand aan de jaarwisseling met elkaar in gesprek te gaan, is de gedachte dat liefhebbers van vuurwerk en mensen die er niks van moeten hebben, rekening met elkaar houden. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken in een straat alleen vanaf één bepaald punt pijlen de lucht in te schieten. Op de website van de gemeente Almere worden tips gegeven over hoe tegenstanders van vuurwerk het gesprek aan kunnen gaan met voorstanders. Omdat het gaat om vrijwillige afspraken, treden politie of handhavers niet op als er toch vuurwerk de lucht in gaat vanuit de zones. De glastuinbouw in Noordoostpolder is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 285 hectare grond in Noordoostpolder is in gebruik voor glastuinbouw. 5 jaar geleden was dat 127 hectare. De meeste ruimte wordt gebruikt voor het telen van groenten, gevolgd door de bloementeelt. 3 hectare is in gebruik voor het kweken van bomen en vaste planten. In de overige gemeenten in Flevoland komt veel minder glastuinbouw voor. In totaal nog geen 35 hectare. Nieuw beleid en de lange wachtlijsten zorgen ervoor dat verwarde personen steeds vaker overlast veroorzaken in hun woonomgeving. Voor buren zorgt het voor extreem lastige situaties. Pascal en Richard zijn de buren van een verwarde persoon. Ze vertellen samen met de moeder van de psychiatrisch patiënt wat voor impact dit heeft op hun leven. Die man die is geestelijk verward. Ik heb bij allerlei instanties al aan de bel getrokken en er is eigenlijk tot nu toe nog niks ondernomen. We zijn nu toe zijn we al 3 keer zijn we naar buiten toegeroepen omdat er gevaren vormen voor explosie. Vaak heb ik het idee dat hij onbehandeld weer terugkomt. Ik woon hier al 15 jaar. En ik vind het triest voor de jongen, maar ik vind het ook gevaarlijk voor ons. Ik durf vaak de voordeur niet eens meer open te doen als ik weet dat hij er weer is. Ja, weer de gaskraan opgedraaid. De gemeente doet geen fuck, de centrale doet geen fuck. Dit is het verhaal van Pascal en Richard. Ze wonen in Lelystad naast een verward persoon. Triest. Dat heeft een enorme impact op hun leven. Ze weten niet meer wat ze moeten doen en voelen zich in de steek gelaten door de instanties. Hier zo zie je nog die verfresten liggen. Hij gooit alles naar beneden eigenlijk. Hij gooit de inhoud van zijn diepvries naar beneden. Allemaal vanaf het balkon of uit het raam. Het aantal verwarde personen in wijken neemt toe. Hoeveel er precies zijn is onduidelijk. In Lelystad zijn zo'n 30 verwarde personen in beeld die overlast veroorzaken. Wat moet ik hier doen? Ik weet het niet meer. Ook de moeder weet niet meer wat ze voor haar zoon kan doen. Hij wil niet onder de mensen. Hij wil niet eens vissen. Dat is een hele lieve jong. Als hij een psychose bijvoorbeeld heeft, en dan hoor je bonk op de muur. En dan denk je bij zo, hij loopt een bonk op de muur. Maar ja, als je dan toch even bij hem langs gaat om te kijken wat er precies allemaal aan de hand is en waarom die bonk tegen de muur, dan hoor je dat hij dat met zijn hoofd doet of dat hij dat met zijn schenen doet. En dat is best wel bizar. Maar bijvoorbeeld hier ook, die deur die is al 3 keer opengebroken door Jan en alle man. Politie, zijn bezorgde moeder. Ik vind het schandaal. Ik vind het echt puur schandaal dat dit in Nederland gebeurt. En niemand doet wat. Niemand. En ik vind het heel zielig voor de buurman. Because ik weet het niet meer. Ik weet het niet wat gaat gebeuren. Ik weet het echt niet. Haar zoon is al meerdere malen opgenomen in een GGZ-instelling en behandeld met medicatie. Na een opname keert hij weer terug naar huis. Het lijkt dan alsof de situatie niet veranderd is. Elke keer als hij terugkomt denk je van als het maar goed gaat, weet je, als hij maar niet weer zijn gas aanzet. We zijn ervan bewust dat het kan gaan gebeuren en dat het gaat gebeuren als het niet wordt ingegrepen. Ja, en dan word je op een gegeven moment word je gewoon wakker onder een blok beton. Mijn zoon wil naar huis. Het is his plekje. Hij heeft alles daar naar zijn zin gemaakt. En ja,
als hun beginnen over begeleid woning. Mijn zoon wil dat niet en dat ligt ook een druk op mijn kind. En dan is het zo, wat is de beste voor mijn zoon? Nou, de medication helpt niet. Maar hun willen het niet afbouwen. Hoe kan je dit? Dit is een negatieve cirkel. Het blijft negatief. The Walking Dead noem ik dat. De situatie is uitzichtloos voor alle betrokkenen. Waar gaat het mis in de keten van hulpinstanties? Hoe kan het dat dit soort situaties blijven bestaan en wie kan daar iets aan veranderen? Die vragen probeert Omroep Flevoland de komende dagen te beantwoorden. Ik ben al 6 jaar mee bezig. Ja. 6 jaar. Nou, morgen meer dus over deze situatie. Het was een bijzondere dag voor groep 8 van basisschool Het Avontuur in Almere. Hun vraag over stemmen onder de 18 jaar werd uit 150 andere inzendingen gekozen. En dus mochten ze deze vraag stellen tijdens het allereerste kindervragenuur in de Tweede Kamer. Wij zijn allemaal erg blij en hebben veel geluk om hier te zijn bij het eerste kindervragenuur in Nederland. Ze was behoorlijk zenuwachtig. De Almeerse Ruby Mol mocht tijdens het allereerste kindervragenuur in de Tweede Kamer een vraag stellen aan minister-president Mark Rutte. Wij vinden dat kinderen ook een stem hebben. Dus bij deze stellen we u de vraag, waarom mogen kinderen onder de 18 jaar niet stemmen? Nou zou ik daar zelf eerlijk gezegd toch niet voor zijn uiteindelijk. Ik denk dat we het op 18 moeten houden. Hij reageerde wel serieus gelukkig. Maar hij zei dat dat is omdat als je 18 bent, dan heb je eigenlijk... Dan zijn je hersens genoeg ontwikkeld om te kunnen stemmen. En daarvoor niet, dat vind ik wel jammer. En je moet nog een aantal jaren ook je ontwikkeld hebben. En volwassenheid begint bij 18. Maar je ziet hier dat kinderen ook onder de 18 al heel veel invloed kunnen uitoefenen. Op alle mogelijke andere manieren. Kunnen lid worden van goede doelenorganisaties. Kunnen zich inzetten voor dierenrechten, voor mensenrechten. Ja, voor allerlei dingen die ze belangrijk vinden. Ruby Mol, is dit het antwoord dat u hebt verwacht? Ja, ongeveer wel. Niet zo snel opgeven. Heb je nog meer vragen? Is er toch wel ooit een kans dat het gaat gebeuren? Heel goed. Als het aan onze minister-president ligt, komt er voorlopig nog geen kiesrecht voor kinderen. Maar Ruby mocht vandaag wel mooi plaatsnemen op het zachte plush waar normaal gesproken de Tweede Kamerleden zitten. En dat was toch wel een belevenis. Ten eerste veel groter dan ik had verwacht. Het was echt heel groot. En ik zag ook, het was heel cool, want al die mensen die keken ook naar me en zo. En die wensen me succes. En al die bekende mensen, daar mocht ik mee op de foto. En dat vond ik echt heel cool. Het is de bedoeling dat ieder jaar een kindervragenuur in de Tweede Kamer is. Zodat de thema's die kinderen bezighouden makkelijker hun weg kunnen vinden naar het parlement. En vluchtelingenkinderen die in het asielzoekerscentrum van Almere wonen kregen vandaag een kaartje van kinderen uit groep 8 van basisschool De Heliotroop. Het is de aftrap van een landelijke schrijfactie om kinderen in AZC's een hart onder de riem te steken. Blijf zwaaien! Blijf zwaaien! En go! Samen met ambassadeurs Diewertje Blok en Almeerder Mo Hersi van Vluchtelingenwerk werden de kaarten geschreven en versierd. Jij weet als geen ander hoe belangrijk het is of wat je voelt als je zo'n kaartje krijgt. Hè? Je hebt zelf ook in een AZC gezeten. Wat voelt zo'n kind? Ja, je bent heel erg blij, want je krijgt opeens een kaart van iemand. Meestal met een afzender, maar ja, je bent het hele leven wordt je belangrijk gemaakt. En dat je misschien al je vriendjes hebt verloren in de plek waar je hiervoor gewoond hebt. En opeens weer zoveel liefde krijgt van mensen die je misschien nog niet kent, maar die je wel even een hart onder de riem steken. Dat is heel mooi. De kinderen schreven op de kaartjes wat hun favoriete muziek, plaats en bezigheid is. Ook schreven ze een persoonlijke boodschap aan de vluchtelingenkinderen. Ik ga schrijven dat ik liefde een heel leuk woord vind, omdat je dan niet er alleen voor staat. En ik vind het ook belangrijk dat hun een leuk en gelukkig leven in Nederland krijgen. Mijn favoriete Nederlands woord is lief. En mijn favoriete plekje in Nederland is Amsterdam. En als ik me alleen voel, dan speel ik graag met mijn broertje. En ik wens jullie een fijne tijd in Nederland. Volgens Diewertje Blok is een kaartje met daarop een leuke boodschap voor de kinderen een klein lichtpuntje in een moeilijke tijd. Vreemd land, vreemde taal, ander klimaat. Moet je je voorstellen hoe eenzaam je je volgens mij dan kan voelen. En hoe belangrijk het is om te merken dat je welkom bent. Na het maken van de kaartjes werden ze in het AZC in Almere afgeleverd bij de vluchtelingenkinderen.
Inmiddels hebben zich al 20 scholen aangemeld voor de schrijfestafette en kunnen ook particulieren of andere organisaties kaarten bestellen bij Vluchtelingenwerk. En dit was Flevoland voor vandaag. Het was koud en vanavond kan er ook wat natte sneeuw vallen. Marion de Hond is er zo meteen met de details daarover. Geniet van je avond en heel graag tot morgen.